Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Hyper de Piep Evenementen en Verhuur, Apotheek Hoefkade, Pieter Overgaag Partyverzorging en Organisatie en Asta Casino. Welkom in de Sir Winston Entertainment Club. Een nieuw seizoen, een nieuw programma, een nieuw format. Dit keer met vier gasten aan tafel. En die ga ik zo aan u voorstellen. Dit is Haarlem de Voetbal aan tafel. Hartelijk welkom bij Haarlem de Voetbal aan tafel. We gaan in dit programma drie keer met een blok praten met vier gasten hier aan tafel. En tussendoor hebben we twee items. Rob Blankenstein praat met een gast aan de bar en onze fluwelen trap. In het eerste blok gaan we eerst praten over het voetbal, het amateurvoetbal tot nu toe. Maar voordat we gaan beginnen ga ik even de gasten voorstellen hier aan tafel. Links van mij, voor de kijkers rechts, Rob de Lange. Ik wou zeggen Rob Blankenstein, Rob de Lange. Inmiddels al heel wat jaar hoofdtrainer bij DHC. Naast hem de lachende journalist, schrijver Martin van Zanen. Rechts en links voor de kijkers uiteraard bekend van HBS, spitsspeler. Vorig seizoen topscorer in de zondag topklasse. Ja, dit seizoen hebben we er ook weer een paar in het mandje liggen. Jan-Paul Sijs. En naast hem Faisal Soekhai, succesvol trainer, moet ik zeggen, bij de zondagafdeling van TAC 90. Debutant in de tweede klas. Maar dit seizoen op dit moment een van de koplopers. Maar daar gaan we straks verder over praten. Ik heb het al gezegd, we gaan praten over het voetbal tot nu toe. Beginnen we op zaterdag in de topklasse. Martin, ja, als Scheveningen moet ik jou deugd doen. Scheveningen, vier wedstrijden gespeeld, tot ze koploper. Ja, het is ongelooflijk. En ik ga aanstaande zaterdag gaan kijken. Spelen ze tegen, wat is het, Capelle of Barendrecht? Barendrecht. Ja, en dan ga ik een reportage maken achter de goal bij Scheveningen. Bij de supportersvereniging, de Schollekoppen. Want die schijnen altijd aardig in de bus te blazen. En ja, ze doen het hartstikke goed. En ja, hopelijk dat er ooit weer eens een Haagse club komt die echt ook aan die top kan blijven. Of om de titel mee kan doen in de topklasse. Ja, het is in ieder geval een geweldige start. En John Blok zei al tegen me van ja, goed, hier had ik alleen van tevoren van kunnen dromen. Maar ze hebben ondertussen ook een hele goede uitgebalanceerde selectie, denk ik. Ja. En wat ook opvallend is, als je kijkt naar andere clubs met veel meer geld. Ik bedoel, HBS met hetzelfde te maken in de topklasse op zondag. Ja. Ja, absoluut. Zeker. Ik vond ze vorig jaar eigenlijk al verrassend dat ze zo hoog eindigden. Ja, dan vind ik het eigenlijk niet verrassend dat ze vorig jaar zo goed ging. Je breidt je team uit op een paar bepaalde posities. Ja, dan is het wel leuk dat het nu zo goed gaat. En laten we hopen dat we die stijgende lijn kunnen volhouden. Ja, als we kijken naar het afgelopen weekend, we kijken zo de uitslagen. Ja, jullie hebben gewonnen zondag. Maar Loosduinen deed het nog iets beter, 31-0. Ja, maar ik zag een foto in het AD staan. Die keeper die woog gelijk nog 50 kilo zwaarder dan ik. En dat was tegen de 60. Dus waarschijnlijk als ik in de spits had gestaan, had ik ook nog een paar gemaakt. Ja, wat ik had begrepen, dat ze hadden gezegd dat het we hadden wel 40 goals moeten scoren. Weet je ook hoe is het gedaan met het scorebord? Nou, dat niet. Bij 10 was het toch klaar. Maar ik las wel een leuk stukje dat Richard Douw boven de 30 die jongens allemaal gratis drinken had beloofd. Ja, nou, dus misschien is dat wat voor mij dat ik dat zondag ook ga doen. Dat is wel lekker. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nee, ik weet dat de vicevoorzitter, die is naast het scorebord gaan staan, die is er steeds ingeklommen. En heeft hij op een gegeven moment een 1 ervoor geplakt. En toen ze boven de 20, de tweede voorgeplakt. En is hij weggewandeld, want hij verwachtte niet dat ze ook boven de 30 zouden uitkomen. Dat was een handige oplossing wat ze in ieder geval gedaan hebben. Wat verder opvalt trouwens, als we kijken in dat zaterdagvoetbal. Haaglanden, ja, met heel veel enthousiasme begonnen. Want men wil heel graag naar die hoofdklasse op zaterdag. Klopt. Tweede speelt 1 punt. Ja, nou ja, goed. Wij weten dat de jongens van zondag een stuk of 8-9 over zijn gezet. Maar tot nu toe nog niet kunnen waarmaken. Misschien een ander soort voetbal. Ik zou het echt niet weten waarom ze op deze manier presteren. Maar ja, goed, het seizoen is natuurlijk nog maar heel erg deel wat dat betreft. Kijken we naar je eigen team. Debutant op zondag in de tweede klasse. Dat gaat veel beter. Ja, klopt. We mogen niet klagen. Maar we hebben ook een doelstelling neergezet. En die willen we graag bereiken.
En we pakken twee wedstrijden achter elkaar met veel goals. En het had er ook veel meer kunnen zijn, maar ik heb geen keeper gezien die 2 ton heeft. Nogmaals, ik heb het in de voorbereiding gewoon goed voor elkaar en daarmee zijn we verder gegaan. Maar je hebt ook geen verkeerde spelers natuurlijk in de selectie. Hè? Ik zag er zo even snel 3 man die nog, hoe lang is het geleden, in de top speelden bij Tornegido. Ja, als je kijkt naar de jongens met een blok ervaring, daarvan zeker Umit Bektas, ja, dat merk je wel gewoon natuurlijk in je elftal. Daar ga je alleen maar beter van draaien, dus daar mag ik wel blij mee zijn. Ja. Speelde vorig jaar nog topklasse. Klopt, ja. En jongens als Sunil Mala hebben ook de hoofdklasse gekend. Ja, ook dat soort spelers zijn erg belangrijk, dus die mix zit goed in elkaar. Maar wat is jullie doelstelling? Je zei, we hebben een doelstelling neergezet. Ja, nou ja, goed, we begonnen vorig jaar, we hadden een doelstelling neergezet om tweede klasse te halen. Dat hebben we gedaan en dan wil je verder. En als je met dit materiaal nu in je team hebt zitten, dan mag je niet onderdoen. Dus ook daarin hebben we weer de lat hoog gezet. Dus we willen wel richting de eerste klas. Maar dat is niet normaal, want Takke heeft volgens mij altijd vierde klasse zo gespeeld. Ja, afdeling vroeger. Nooit zo gek hoog gespeeld. Maar, ik bedoel, nee, maar ze hebben wel een sprongetje gemaakt. Ja. En voor mijn tijd was er al gepromoveerd. Ja, en ik heb het daarop gepakt. Ja. Ik denk dat het ook niet alleen te maken heeft met alleen de teams. Het heeft ook te maken met de organisatie die er omheen zit. Ik bedoel, bestuur stabiel. Ja. Ook in de organisatie is er wat neergezet. De locatie is natuurlijk stukken verbeterd. Dus dat heeft er natuurlijk ook allemaal mee te maken. Zeker, zeker. Nou, als degene die nu naar TAC komt, die ziet gewoon een hele transformatie. Het ziet er heel anders uit in de tijd dat ik er ook zelf heb gevoetbald. En dat ziet er mooi uit. Binnenkort ligt de kunstgras helemaal. De verlichting is erbij gekomen. Dat trekt aan. Goede spelers willen graag ook voor TAC voetballen. En dat is mooi. En je speelt nu in ieder geval nu op een redelijk niveau. Als je gaat maar tweede klas, dan ga je meetrainen. Ja, zeker. Dus laten we hopen dat we alleen maar vooruit kunnen streven en dat ook kunnen behalen. Goed, ik zeg tweede klas ga je meetellen. Jan-Paul speelt bij HBS. Ja, dat is de top van Nederland. Afgelopen zondag gewonnen bij UNA. Ja, dat moest wel een keer, want dat is 2 keer verkeerd gegaan daar. Ja, dat is zeker 2 keer verkeerd gegaan. 1 keer met mij er zelfs bij. Ja, dat is iets 4-0 2 jaar geleden. 5-0 afgelopen seizoen. Iedereen weet dat HBS altijd op skivakantie gaat. De eerste week na de vakantie. Na de winterstop eigenlijk. Ja, en dan merk je gewoon dat je niet fit bent en niet aan die competitieherstart begint. En dat was vorig jaar was dat UNA. Ja, het werd van het kastje naar de muur gestuurd. Ja. Dit jaar zijn we niet heel goed begonnen. 1 gewonnen, 2 verloren. Toen gingen we naar UNA. Ja, wetende dat je daar 4 en 5-0 verliest, weet je dat je het moeilijk krijgt. Iets anders gaan spelen, waardoor zij het heel moeilijk kregen en wij een beetje konden counteren. En toch weer lekker 4-2 gewonnen. Ja, maar makkelijk is het niet geweest, want ik weet dat jullie nu met name in de slotfase het heel zwaar hebben gehad. En de 4-2 kwam nog wel eens een bevrijding. Ja, nou goed, natuurlijk, het is al de 3e rode kaart in het seizoen die we kregen. Dat was niet echt gelukkig, laat ik zo zeggen. Ja, dan kom je weer met 10 man te staan en dan weet je gewoon dat je het in topklasse heel erg moeilijk gaat krijgen. Dan moet je nog iets anders gaan spelen. Dat deden we goed. En, ja, met een beetje geluk blijf je 3-2 voor staan en dan scoor je in de allerlaatste minuut dan uiteindelijk op de 4-2, omdat zij alles op alles gooien. Ja. Als we kijken naar DHC, eerste wedstrijd verloren, de tweede wedstrijd speel je dan tegen Haaglandia. Je hebt ook de eerste wedstrijd verloren, toen van Shabab. Ja, dan weet je, dat geldt voor allebei de ploegen, ja, je moet eigenlijk winnen om de aansluiting te houden. Maar het was wel wat makkelijker dan jullie misschien vooraf gedacht hadden. Ja, dat klopt. Ja, ik vond het een beetje tegenvallen, die ploeg. Omdat je dan toch verwacht dat er nog jongens doorstromen naar betaald voetbal. Ze trainen geloof ik 6 keer in de week. Ja, ik weet niet. Zitten er spelers bij die dadelijk door gaan stromen? Nou, dat denk ik niet. Het is zo, zoals ze nu bezig zijn, is het. En dan kun je ook wel naar 2 wedstrijden zien. Of ze moeten totale off-day gehad hebben. Maar als je naar de voorbereiding van hun kijkt, hebben ze ook met best wel grote uitslagen wedstrijden verloren. Dus dan wordt het gewoon lastig om je te handhaven voor hun, denk ik. En dan moet je wel zorgen dat je zelf die punten daarvan haalt. Want er is geen ploeg die met 0 punten degradeert. Dus wij moeten zorgen dat we de 6 punten tegenhalen. De eerste 3 zijn binnen. Ja, maar goed, als je nu kijkt naar zo'n ploeg. Ik geloof Raymond van Bokhoven nog steeds wel de man, zeker in de aanval bij de ploeg. Hij is een fantastische spits. Maar als je natuurlijk geen speelbare ballen krijgt, kun je een goede spits zijn. Maar dan sta je op een eiland. Ja. Maar Rob, heb jij nu het idee dat die jongens die willen zich allemaal in de picture spelen?
Ik dat ze toch allemaal voor... Een elftal, dat kan niet. Want iedereen moet voor zichzelf gaan. Ja. Maar waar komen die spelers allemaal vandaan dan? Dat kan toch niet allemaal zijn dat het afvallers ergens vandaan... Nee, het zijn allemaal jongens met ambitie. Maar als je een elftal hebt waarin iedereen zichzelf in de picture wil spelen... dan ga je natuurlijk nooit punten pakken, lijkt mij. Eigenlijk wat je gisteren ziet... een ploeg die niet georganiseerd is. Dus iedereen doet maar wat. Ja. Nou, en dan... dan krijg je het gewoon lastig op hoofdklasse niveau natuurlijk. Omdat je meestal tegen ploegen speelt... die wel georganiseerd zijn. En had jij het idee dat er heel veel scouts op de tribune zaten voor hen? Nee, dat lijkt me sterk. Okay. Dat denk ik niet. Want als je bij ons dan naar onze verdediging keek gisteren... er liep ook een rechtsback van net 19... en een voorstopper van 21 en een laatste man van 19. Dus, ja. Maar ja, maar die weten wel wat ze moeten doen. Als er zoveel ambitie is, waarom zijn ze dan niet gewoon bij de zondag gebleven? En daar dat team van gemaakt? Die speelt het in de topklasse. Ja, dat lijkt... Ja, als je naar betaald voetbal zou, die stap en dat idee zou hebben, hè, of wat ze hadden, dan moet je toch in de topklasse spelen. Ja, ik denk dat zit een stapje onder betaald voetbal. Ja, maar goed, men heeft op een gegeven moment de keuze gemaakt van wij willen, laten we zeggen, dadelijk liever op de zaterdag hogerop. Nee, dat de is zaterdag clip. Zit er dichtbij. Okay. Kijk, en ja, ik denk dat team, je kan wel zeggen de topklasse, nou, ze zullen het heel moeilijk krijgen, denk ik, dit seizoen in de hoofdklasse. Ja. Ik denk dat je blij mag zijn dat je niet in de topklasse zit. Ja, nou, nou, denk ik ook wel dat op het moment dat je... kijk, topklasse zaterdag en zondag is gewoon een wereld van verschil. De topklasse zaterdag is gewoon veel beter. Dat, weet ik, dat is gewoon een feit. Als je ziet ook wat voor clubs daar allemaal spelen. En dat heeft inderdaad, wat jij in het begin zei, ook een beetje met geld te maken. Een beetje. Nou ja, een beetje veel misschien wel. Maar goed, aan de andere kant kan ik dan wel weer denken dat ze dan op zo'n manier in die topklasse met... dat ze dan daar uit wil komen, dat het een stuk beter is. Nee, maar de clue is, kijk, als je als elftal goed speelt, komt er altijd interesse, denk ik. Ja. En niet met individuele spelers. Ik ga het afkappen, heren, want we gaan naar ons gesprek aan de bar. Rob Blankenstein heeft daar inmiddels plaatsgenomen. En Rob gaat daar praten met Fred van Dokkum. Dat is de trainer van SV Oosterheem. En ja, Fred, de bekercompetitie was allemaal niet zo geweldig met Oosterheem. Je vreest het ergste voor de competitie, maar 2 wedstrijden gespeeld, 4 punten. Rob? Ja, inderdaad, het is net wat Ton zegt, verbazingwekkend. In zoverre beker 0,0, maar nu in de competitie 4 punten. Waar is het omslagpunt gekomen? Ja, dat komt gewoon weer als trainer zijn. Hè. Dan moet je tactisch goed gaan nadenken en dan moet je dat goed neerzetten. Ook op dat niveau? Ook op dat niveau. Nee, met alle respect, ik ben trainer van een vierde klasser. En ik moet het doen met 16 jongens. En ja, kijk, de maand augustus is nu voor de meeste jongens vakantiemaand. Dus dan gaan ze 2-3 weken op vakantie. Nou ja, als je dan 3-4 jongens mist, dan vallen dan 2 blessures bij. Nou ja, dan is de optelsom gauw gemaakt. Plus het feit, dan krijg je het DWO-toernooi en dan krijg je DSO, DWO. En in de beker krijg je SEF, nog een hele goede derde klasser. Ja, dan lopen de jongens op de tenen en dan wordt het nog steeds moeilijker. Dus ja, en voor mij was ook de maand augustus trainen. Ja, dat was af en toe met 8, 9, 10 man. Dus ja, dan... Alleen ja, ik zeg ook, dan komen ze eind augustus komen ze allemaal terug. En ja, dan heb ik op zich toch nog wel een aardig elftalletje. Ja, dan treffen we de eerste wedstrijd Wilhelmus en dan zie je toch wel dat het loopt. En gelukkig winnen we dan zo'n wedstrijd. Afgelopen zaterdag was veel en veel minder. Toen was het ik weet niet of jullie de krant gelezen hebben, maar het was echt verschrikkelijk. Er was alleen maar irritaties onder elkaar. En gelukkig pakken we nog in de allerlaatste seconde nog een puntje. Om er even op in te haken, je gaf het net al aan, het stond vandaag ook in het AD, zeg maar. Met betrekking tot je eigen team dan eerst. Je moet een rechtsback, die moet je op een gegeven moment moet je keeper gaan zetten. Bij de tegenpartij was het een spits, die moest ook gaan keepen. Dat geeft al een beetje het niveau aan. Heb je daar niet als trainer heel veel moeite mee? Nou, ik heb ze, de wedstrijd werd ook even gestaakt. Toen heb ik ze even toegesproken. En toen zei ik ook, kijk, ik ben trainer van de vierde klasse en ik weet dat er dit soort dingen, ja, dat gebeurt nou eenmaal. Ja, maar afgelopen zaterdag heb ik ze echt helemaal verrot gescholden. Toen was ik zo kwaad. Toen was voor mij echt ook het eerste moment dat ik denk van jongens, wat doe ik hier eigenlijk? Maar ja, daarna is de wedstrijd afgelopen en dan komt dat biertje weer en dan... Dat gaat alles weer gelukkig. Toch even terug naar vorig seizoen, toen ben je gedegradeerd. Eigenlijk de seizoen daarvoor ben je gepromoveerd dankzij, zo kan je toch wel stellen, Martin Onderwater, die is nu weg. Was dat uitstapje naar die derde klas dan toch uiteindelijk te hoog gegrepen voor je als organisatie, als vereniging aan zich? Ja, zeker. Want ik hoorde net ook al, als de organisatie gewoon goed is, ja, dan is het ook veel, veel makkelijker, ook voor een trainer. Maar
Wij zijn toen ook weer voor het eerst begonnen met twee elftallen, hè, met twee selectie-elftallen. Nou, dat was ook weer een aantal van 28. Nou, dan, je weet bij voorbaat dat je dat niet gaat redden. Nou, dus als er dus spelers wegvallen door schorsingen, blessures bij het eerste, ja, dan moet je dat bij het tweede opvangen. Nou, dat houdt in, de tweede moet dan weer aanvullen van lage elftallen. Dus dat, ja, dat houdt dan in alleen maar irritaties. Maar het grootste probleem bij ons was gewoon dat, kijk, Martin Onderwaard heeft ons laten promoveren, maar heeft ook eigenlijk ook ons weer laten degraderen. Want als je dus een klasse hoger gaat voetballen en, zo'n voetballer van zo'n formaat, die gaat dan weg, ja, dan is het moeilijk voetballen. Alleen, het werd vertekend omdat we de eerste vier wedstrijden, pakten we 7 punten. Je zit al heel lang bij Oostheem. Ik zag dat je vorig jaar in mei, zeg maar, weer een 5-jaar contract hebt getekend, waar ook bij stond van dat je meer de jeugd met de jeugd bemoeien zou krijgen. Om op dat laatste even door te gaan. Binnen Zoetermeer heb je natuurlijk 3 andere grote verenigingen. DWO, DSO en FC Zoetermeer. In hoeverre richt je je als kleine club dan toch op die jeugd? Nou ja, kijk, we willen gewoon voor de A'tjes, de B'tjes, de C'tjes, willen we gewoon 1 of 2 elftalletjes willen proberen te creëren. Alleen het is gewoon onwijs moeilijk. Alleen het feit, we zijn nu ook met DSO, met DWO aan het praten. Want kijk, daar staan jongetjes en kinderen gewoon op de wachtlijst. En terwijl ze bij ons kunnen ze gewoon gaan voetballen. Het enige waar wij voor moeten zorgen is dat we natuurlijk wel kader gaan richten. En kijk, bij DSO en DWO heb je allemaal betaalde trainers. Ja, dat is voor ons, bij een club als Oostheem, is dat gewoon nog niet aan orde. Dat is, dus moet je het gaan doen met vrijwilligers. Ja, en dat wordt moeilijk. Ik ben zelf natuurlijk ook voetballer geweest, ooit bij Scheveningen begonnen. Daarna naar DSO, onder andere als trainer ingestapt, als assistent trainer. Als je die tijd met nu vergelijkt, wat is dan jouw conclusie? Nou, in ieder geval toen ik zelf voetbalde, was de maand augustus was voor mij de maand om zeker om te gaan voetballen. Dat vond ik het mooiste maand wat er is, de voorbereiding, mooie veldjes. En alleen ja, wat ik nu wel merk, kijk, zoals, ja, dan krijg je weer het geëikte verhaal natuurlijk. Zoals vroeger was het altijd anders. Ik moet wel zeggen dat het vroeger wel veel gezelliger was. He, er was dinsdag trainen en dan bleven we hangen. Donderdag trainen, bleven we hangen. Zaterdag voetballen, dan gingen we met z'n allen op stap. Ik moet wel zeggen dat ja, dat leeft gewoon veel en veel minder. En, ja, en ik denk toch ook wel ja, dat in het verleden, met name de vierde klassers, dat het voetbal in het verleden toch wel beter was dan wat ik nu soms zie. Om daarbij af te ronden, je geeft al aan, het niveau duidelijk minder als in het verleden. Want neigt eigenlijk naar de opdracht van we moeten weer sowieso terug naar de derde klas, want dan komen we nog een beetje voetballende ploegen tegen. Ja, natuurlijk, dat wil elke trainer, maar ja, je moet natuurlijk wel spelers hebben die het verschil kunnen maken. En kijk, zoals het er nu uitziet, ik heb op zich best wel een aardig voetballend elftal. Alleen ja, het is gewoon te weinig. Ik bedoel, als ik 11, 12 mensen heb, dan vallen er een paar af. Nu de afgelopen keer met een bekerwedstrijd, ja, mijn aanvoerder die maakt een foutje en die krijgt gelijk in één keer 8 wedstrijden aan de broek. Dus ja, dat is voor ons als Club Oostheem, ja, is dat gewoon dat is zo zwaar, dat is niet op te vangen. Fred, bedankt en succes in de competitie. Oké, bedankt. Goed, Rob Langenstein aan de bar in gesprek met Fred van Dokkum, trainer van SV Oostheem. Als we het verhaal horen, Fred is ook vooral een goede voetballer geweest, Rob. Het lijkt me heel erg moeilijk om je ook als trainer, terwijl je zelf een hele goede voetballer eens bent geweest, zo te motiveren op dat niveau. Nou ja, ik vind het knap, want ja, ik ben er niet geschikt voor, dat zeg ik eerlijk. Dus ik ken niet tegen dat vrijblijvende, zeg maar. En ja, ik vind het top als je dat op kan brengen. En alleen voor mij, ja. Maar waar hij het over had, die derde helft, was het enige waar jij zegt van, nou, dat kan, ja, dat kan ik wel. Dat is geen enkel probleem, die derde helft. Maar nee, ik vind het gewoon knap dat jongens, trainers, zeg maar. Want ja, die jongens zullen ook, misschien niet hoor, maar wat je dan een beetje begrijpt, is dat die wat vaker afschrijven voor hun trainingen. Dus ja, dan heb jij je training voorbereid al naar de wedstrijd toe van zaterdag of zondag. Ja, en dan mis je Jantje, Pietje en Klaasje, ja. Dan denk ik bij mij, ja, ik ken net zo goed André van Duin. Het werkt niet. Voor mij hoor. En helemaal, want iedereen moet... Het is ook niet leuk voor je eigen speler, voor de andere spelers. Als je daar op je training komt, die staat met 8 man, dan weet je alweer, het enige wat je minimaal kan doen is 4-4, 1-1, 2-2. Ja, jij zou voetballer die terugkomt, laten we zeggen, je speelt nu bij HBS, nou, dan weet je op een gegeven moment, het knokken voor de plek. Jij zou het niet op kunnen brengen om af te gaan bouwen, laten we zeggen, op dat niveau. Nou ja, dat is mijn grootste probleem, denk ik ook. Dat er zoveel plezier in zit, dat ik gewoon bijna elke training er sta. Alleen, ja, lichamelijk gaat het dan een stuk minder. En dan moet je gewoon op een gegeven moment een stapje terug doen. En dan ga je gewoon een keer minder trainen, ja. En dan op het moment dat je dan niet traint, ja, dan voel je je toch eigenlijk wel rot, maar ik zou zeggen, ja, en bezwaard. Ja. Is dat bij jou, Faisal? Want ja, ze zeggen wel eens dat teams waar jullie zitten, gaat altijd goed zolang het mooi weer is. Maar als de bladeren gaan vallen, dan wordt de trainingsopkomst wat minder.
Ja, dan komen de mollen uit de grond. Maar dat heb ik wel gemerkt helemaal aan het begin natuurlijk. Maar ja, het is aan je eigen beleid, wat Rob ook zegt. Het moet helemaal in je zitten. Je moet niet van het vrijblijvende houden. Als je heel ambitieus bent, dan wil je meer. En dan zorg je ervoor dat je de team bij elkaar hebt. Dat kan je invullen door leukere trainingen te doen of een keer heel iets anders in te vullen. Ja, dat merk je dan wel bij TAC. Men wil graag en ze eten uit je hand. Dus ik heb dit jaar niet echt veel problemen mee. Dus. Maar dan heb je de resultaten natuurlijk ook gelijk mee vanaf het begin. Ja. Waarom? En merk je ook niet, die jongens die dan zelf een wat hoger niveau gespeeld hebben, die trekken dan andere spelers daarin mee. Ik bedoel, die moeten, neem ik aan, de voorbeeldfunctie geven. Ja, en niet alleen die jongens die hoger hebben, of die daar al waren, maar ik heb destijds ook nog eens 3 jongens uit de betaalde voetbal getrokken. Ja, uiteraard, die weten wat trainen is. Het liefst 3 keer trainen of 4 keer trainen. En als je dan ziet dat die ook allemaal willen, dan trekt dat allemaal met zich mee. En gelukkig heb ik nogmaals dit jaar geen last ervan. We hebben sterker nog, ik kan gewoon 3 elftal opstellen als ik zou willen. Maar ik heb er genoeg. Dat is natuurlijk ideaal. Ja. Kijk, als je op een gegeven moment iemand de kantje ervan afloopt en dan hoe goed hij ook is, dan zet je hem er gewoon naast of zelfs helemaal niet eens meer bij. Maar je hebt ook gewoon teams, dat hoor je net ook, 16 man. Kijk, er zijn er altijd wel 2 of 3 geblesseerd. Dan moet je op een gegeven moment keuzes gaan maken en dan wordt het gewoon echt onwijs lastig. Ja, maar dat bedoel ik met van, je moet als trainer zeer gemotiveerd zijn als je op het veld staat. En inderdaad, die belt even af of die heeft een toevallige verjaardag. Daar zijn wat blessures en je staat, wat Jan Paul zegt, je staat met 8 man. Ja. Dat lijkt me vreselijk frustrerend. Dat is moeilijk hoor, denk ik ook. Ja, en ik denk ook het uitleggen, want het is wat je zegt. Fred was echt een goede voetballer en vroeger samen met Patrick Fred. Ik weet niet of het bij Fred zo is dat er 8 komen. Ik kan het even over maar het wat voor hem, maar Patrick zeg Patrick Fred, als zij de bal hadden, dat was een soort van tiki-taka voetballer. Dat was een soort van zaalvoetbal op het veld. Ik denk dat het inderdaad moeilijk is om dat aan gasten nu uit te leggen die dat minder beheersen. Maar goed. Ja. Een ander onderwerp wat ik even aan wilde zwengelen. Er komt weer een campagne. Met name Jack van Gelder gaat zich ermee bemoeien. Met name het gedrag van ouders langs het veld. Nou Rob, jij staat ook wel eens bij jeugd te kijken. Is het inderdaad zo erbarmelijk? De meeste ouders moet je opsluiten. En die moet je weer loslaten als het voetbal afgelopen is. Maar dat is een goede reclamecreet die ze dan kunnen gebruiken voor de campagne. En die is gewoon die gaat gratis. Hoef je niks aan te doen. Nee, maar als je kijkt zeg maar naar... En dan hadden we het net eigenlijk ook over. Mensen die zelf gevoetbald hebben, op welk niveau dan ook... Die staan naar de kind te kijken en die maken zich niet druk. Hè? Maar je hoort toch gewoon mensen, denk je bij mijn eigen, joh, waar heb ik die staan te schreeuwen bij een jeugdwedstrijdje? Ik heb het meegemaakt bij de Effies. Er staan nog een paar mensen die gaan tekeer, joh, laat de kinderen plezier hebben, man. Dan hou je mond lekker dicht. Staak de wedstrijden bij de Effie, komt nog steeds voor. Belachelijk. Het is ongelooflijk. Ja, maar men corrigeert elkaar ook helemaal niet. Hè? Nee. Ik had een keer bij Excelsior of de Dom in de jeugd. Nou, dan kreeg de ouder gewoon netjes een brief hoor. Nog 1 keer zo'n akkefietje en je ligt ernaast, je kan je kind meenemen. Ja. Tegenwoordig, men kijkt gewoon aan en ze accepteren het gewoon. Ja. Maar er zit misschien ook een beetje angst bij, hè? Want er zijn wel eens clubs bij dat je zou geneigd zijn om iemand erop aan te spreken. Geen moet je uitkijken, want dan liggen ze langs het veld met elkaar te rollenbollen. Denk ik. Ja, nogmaals, je kan er genoeg aan doen en dit campagne is niet nieuw. Ik denk dikke 10 jaar geleden. Maar je zag vroeger altijd ballotage. Ik bedoel, ik kan me voorstellen, dat zal nu allemaal wat minder zijn. Champagne niet voor geweest. Die is er tussen. Dat klopt. Maar goed, dat zal allemaal wat minder zijn. Maar toch, ik denk dat er wel op dat soort zaken wordt gelet. Met name ook bij de jeugd. Of het echt bij de jeugd gebeurt, weet ik niet. Maar zeker als je wat hoger komt, we hebben wel heel veel elftallen. Maar we zitten natuurlijk ook met de jeugd die doorstroomt, ook gewoon best wel vol. En dan moet je gewoon op een gegeven moment wel gaan kijken en wel een beetje gaan kijken van dit past wel en dit past niet bij de club. En dat is, daar heb je nog steeds inderdaad wel gewoon de ballotagecommissie voor. Ja, schrijf makkelijk boeken, Martin. Ik denk dat is ook een onderwerp waar ze wat een boek over te schrijven is. Ja, omdat het tegenwoordig, ik weet niet, is die campagne alleen in het voetbal of ook in andere? Volgens mij is het tegenwoordig ook in andere sporten. Ja, is het altijd. Maar deze is weer nieuw opgestart. Met name Jack van Gelder gaat zich daar wat meer mee bemoeien. Die staat namelijk ook regelmatig langs de velden. AFC. Maar ze hoort als ze bij de Futures al hun kind helemaal lopen te pushen en te duwen. Dan denk ik ook van, weet je, waar ben je nou mee bezig? Laat zo'n kind gewoon lekker zijn gangetje gaan. Laat hem lekker plezier hebben. Want dat is, denk ik, daar haal je het meeste uit. Hè?
ik zelf naar mezelf kijk, ik stond vroeger van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds stond ik op het veld en ik kwam, dat kan nu niet meer bijna op die kunstgrasvelden, maar ik kwam goed zwart thuis. Als je vrij was, met je team, stond je met je tas bij elke elftal wat te verzamelen was. Dat scheelt niet veel, ja. Dat je met een B-junior, dat je met de senioren nog op zondag meespeelde, dat gebeurde gewoon. En dat is gewoon een beetje plezier wat je moet hebben. Je moet het plezier niet uit het kind halen, denk ik. Voorbeeldfunctie van de senior, eerste elftal. Ik bedoel, jullie zijn tegenwoordig ook jeugd. Hamer je daar wat op? Want als ik nu kijk, het afgelopen weekend, tweede voetbalweekend, 3 wedstrijden gestaakt. Daar heb ik weer geen reclame voor het voetbal. Ik bedoel, die voorbeeldfunctie zit ook bij eerste elftallen, denk ik. Ja, klopt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de... Ik heb bij clubs als HVV gewerkt, maar ook bij HBS. Daar merk je gewoon heel veel dat die eerste elftal spelers gewoon heel veel, een belangrijke rol in spelen. Die organiseren kampen, die begeleiden een team. Nou, ik denk dat het alleen maar beter kan zijn dat je dan heel dicht bij die jongere groep ook weer staat. En dat je dat ook weer door kan geven. Nou, ik weet, bij HBS is gewoon de training van de senior een week later begonnen. Omdat er zoveel spelers nog actief waren bij het bekende kamp van HBS. Ja, daarvoor zijn we zelfs, hebben wij periodes van 2 keer 3 weken of 4 weken gehad in de voorbereiding. En dan precies 1,5-2 weken voor dat kamp, of die kampen, hebben ze dat ze hier naar dat kamp kunnen gaan. Ja. Daar wordt gewoon rekening mee gehouden. Kijk, de jeugd is toch eigenlijk een beetje je toekomst. Als je dan puur kijkt naar HBS, dan denk ik dat de jeugd hoger moet spelen om daar toekomst mee te halen. We hadden er net voor het programma ook een beetje over, als je kijkt naar Kwik. Die hebben gewoon een hele goede jeugd. Ja, dat is wel iets wat nodig is. En dan moet je er toch ook wel uithalen, denk ik. En je kunt bij dat soort clubs dan natuurlijk ook heel kritisch zijn. Hè? Ik bedoel, je kunt ook makkelijker zeggen van, gedraag je niet. Of misschien zelfs de ouders van, daar is het gat van de deur, denk ik. Ja. Martin, als we kijken naar, we hebben natuurlijk dat trieste geval van het overlijden van die grensrechter. Er is toen heel veel campagne gevoerd, ook vanuit de KNVB. Is het allemaal beter geworden na die tijd? Nee, want een heel groot gedeelte van de incidenten, dat haalt de krant niet. Het gebeurt ook nog heel vaak dat, vooral in het lagere voetbal, iemand heeft een gele of een rode kaart gehad. En de afloop ga je met de scheidsrechter praten. We halen het van het formulier af. Met als gevolg dat het de week daarna natuurlijk weer gebeurt. Dus ja, wat dat betreft is er gewoon nog een hele slag te winnen. En je leest ook in de krant als er wedstrijden gestaakt worden van trainers die dan weer op een scheidsrechter gaan zitten. Maar ja, zonder een scheidsrechter, en we hebben er al zo weinig, kan je helemaal geen wedstrijden spelen. Dus. Nou, jullie al afgelopen weekend wel een goede scheidsrechter. Dat heb je ook laten weten aan de spelers. Toch? Ja, we hebben een goede scheidsrechter. Maar goed, jij haalt het. Gelukkig zijn er in de hoofdklas bijna allemaal goede scheidsrechters. Maar jij haalt spelers ook constant op dat ze die voorbeeldfunctie hebben. Ja, natuurlijk. Maar het moet ook in je voordeel gaan werken dan. Hè? Kijk, iedereen maakt wel eens een keer een foutje. En als je dan maar gaat aflopen of gaat reageren op de scheidsrechter, dan raakt zo'n man raak ook geïrriteerd. Dat is natuurlijk ook een mens. Ja. Dus daar moet je slim mee omgaan, mond dicht houden. En als je een keer een overtreding maakt, dan geef je die man een schouder. Sorry, scheidsrechter. Ja, dan kan je niet zo graag geel. Ik heb een mooie afsluiting, want wij gaan kijken naar onze rubriek De Fluwelen Trap. Vorig seizoen was het bij De Fluwelen Trap zo dat een doel met gaten moest geprobeerd worden om te scoren. Dit jaar wel de fluwelen trap, op een andere manier. Het ouderwetse latje trap. Maar ja goed, we hebben gezegd, als je een latje trap de lat wil raken, moet je ook beschikken over een fluwelen trap. We gaan kijken naar de eerste aflevering. En daarvoor waren we aanwezig op het sportpark bij Haaglandia. Twee spelers gaan zichzelf voorstellen. Ik ben Erkan Sensoy, ik ben 31, ik speel bij Haaglandia en ik ga de 3 op de lat schieten. Ik ben Jamal Leeflang, 22 jaar, ik speel bij Haaglandia. Vandaag gaat alles erop. Zo Jamal, dat zijn nog eens uitspraken. Mocht de bal geraakt worden vanaf hier, dan betekent dat 3 punten. De eerste bal lijkt de goede richting in te gaan, maar die vliegt net over het doel. Mooi te zien via de camera achter het doel. Hier de tweede bal, die gaat... heel goed op de lat. En dat zijn de eerste 3 punten voor Haaglandia. Namens Jamal. Heel goed. We gaan naar de derde bal. Kijken of hij die ook op de lat kan schieten. De derde bal, die gaat wel in het doel. Maar helaas geen punten. We gaan kijken wat Erkan ervan bakt. Die zei zojuist dat hij 3 keer op de lat ging schieten. We gaan kijken of hem dat ook gaat lukken. De eerste bal. Die mist de richting. Die gaat recht naast het doel.
Tweede bal van Erkan. Nou, die gaat prima in het doel, maar net te laag. 2 meter te laag. De derde bal. Oh, die zwaait af. Die gaat zeker 4 à 5 meter naast het doel, Erkan. Nou, we hadden toch iets meer van verwacht. We gaan kijken of Jamal het redt vanaf de 16. De ballen vanaf de 16 die op de lat komen zijn 1 punt waard. De eerste bal. Ai, die vliegt over. Die vliegt over. Die was te hoog. De tweede bal. Even kijken. Oh, weer een doelpunt, maar geen punten. Geen punten voor Jamal. En de laatste bal. Ah, dat is centimeterwerk. Die gaat net over de lat. Net over de lat. We gaan kijken wat Erkan er dan van bakt. Zijn eerste bal die gaat gelijk op de lat. Nou, de eerste gered voor Erkan. Tweede bal. Die vliegt ook maar rakelings over. En de derde. Eens kijken. Gaat ook niet ver over. Nou goed, we gaan kijken naar het klassement. En Haaglandia, die was de eerste. En vandaar dat zij met 4 punten bovenaan staan. Over 2 weken zullen we zien wie de volgende kandidaten zijn. We hebben gekeken naar een aflevering van de fluwelen trap Jamal Leeflang. En Erkan Sensoy van Haaglandia zaterdag. Zij beten het spits af en ze kwamen tot 4 punten. 1 keer gescoord vanaf de middenlijn en 1 keer vanaf de 16 meterlijn. Ja, het ouderwetse latje trap, Rob, nog steeds leuk hè? Ja, dat blijft leuk. Vorig jaar deden we voor de training of na de training. En dan de laatste 2 betaalden het eerste rondje donderdagavond. Heb je geld gekost bij jou? Nee, niks. Nee. Is eens wat de kant op. Nee, ja. Is bij jullie ook populair? Ja, zeker. Ik verwerk hem vaak ook in een paas- en trapvorm. Dus bij de eerste 5 die raken, die hoeven niets te doen. Maar de rest die gaat sprinten of een andere soort oefening. Dus, maar ja, we hebben niet zoveel geld, dus wij doen daar niet aan mee met met dat drank. Nee. Jan-Paul bij HWS? Nee. Hey? Maar je zei net tegen mij van kom bij ons een keer langs, want wij vinden dat ook wel leuk, hoor. Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het altijd wel leuk om te doen, maar we doen er niet zo heel veel aan na een training. We trainen zelf hard, joh. Dan ben je al moe na afloop. Ja. Goed, gaan we even kijken naar het trainersvak. Want nu kun je de laatste tijd horen de verhalen, Marco van Basten, een hoop spanning. En jou is niet af te zien dat het trainersvak je heel veel spanning opgaat. Ik ken het goed verbloemen, toch? Ja? Ja, nee, ja, maar... als je geen spanning meer hebt, dan moet je er ook mee stoppen, denk ik. Dus een beetje spanning hoort er wel bij. Hè? Zenuwachtig voor de wedstrijd. Als je dat niet meer hebt, dan. Maar op de lange op de zaterdag, het niet meer op uit. Zaterdag is een heel ander op de lange op de zondag. Hoe bedoel je? Nou, maar je zou mij zaterdagavond niet lamdronken tegenkomen als ik zondag. Want dat verwacht je van mijn spelers ook niet, natuurlijk. Nee. Hè, het staat een beetje gek als je van die rode lopen ogen hebt en dan staat die speler te vertellen: je moet dit en je moet doen en je moet dat doen. Ja. Dus je hoopt dat de jongens zich ook goed voorbereiden. Ja, en dan... Maar goed, gezonde spanning, geen stress. Ja. Maar het lijkt me toch heel normaal. Ik bedoel, als je trainer aan de slag gaat voor je wedstrijd, dat je daar gewoon ook een beetje gespannen over bent. Alleen je laat het niet zien. Weet je? Ik bedoel, dat is de kunst juist voor het trainersvak, om het niet te laten zien. Maar vergis je niet hoor, het is echt intensief. Ik kan me wel eens herinneren dat ik na een wedstrijd helemaal kapot was. Ja. En maar dat heeft gewoon te maken... Maar het spanningsveld, ik bedoel, je hebt ook een periode weer getraind bij HVV. Het liep niet, het ging niet lekker. Ja. De club dreigde af te glijden op dat moment. Dan komt er zo'n moment dat je van elkaar afscheid neemt. Ja. Dat zijn toch wel, denk ik, wel de stressmomenten. Je voelt wel de spanning. Ik bedoel, ik heb het echt meegemaakt hoe het is als je vroegtijdig stopt. Maar je moet jezelf gewoon in toom zien te houden. Ik bedoel, als je daar helemaal mee ingaat en ook nog eens aan de media mee gaat werken, dat werkt niet. Dus je moet gewoon voor jezelf op een gegeven moment een punt aangegeven van joh, dit is het. En ik kan het niet meer uithalen en dat is het. Het hoort ook bij een trainersvak, toch? Ja, ja, maar als, als jij zegt ik laat het niet merken, dat is volgens mij juist hetgene wat die problemen oplevert. Met stress of niet? Als jij het allemaal... Nou, ik had een andere uitlaatklep. Ik ging op zondag pakte ik mijn racefiets en dan ging ik gewoon 50 kilometer fietsen. En dan gleed het allemaal van me af of ik liet het achter mijn rug. Ja. Maar als je kijkt nu bij de topamateurs, onlangs IJsselmeervogels, Dokkend Corneille, 2 wedstrijden gespeeld, wordt weggestuurd. En dan denk ik, ja, dat kan, als ik dat dan vertaal naar het voetbal hier in de regio, waar we ook op niveau spelen. Als HBS 3 wedstrijden verliest, ben ik ervan overtuigd, wordt andere wedstrijd niet weggestuurd. Nee, ja, absoluut niet. Ja, ik vind het raar inderdaad bij IJsselmeervogels. Na 2 wedstrijden en dan eigenlijk ook weer heel snel een nieuwe trainer. Maar die was al aanwezig bij de tweede wedstrijd. Ja. Ik denk dat daar wel wat anders gespeeld heeft. Dat kan gewoon niet anders. Ja.
En ja, in deze regio hebben we niet zulke rijke clubs als IJsselmeervogels. Gelukkig maar voor Vijzel. Ja, wel en niet. Ik heb het voorbeeld van André Wetsel, maar ook bij Scheveningen. Ik bedoel, ook als Scheveningen dadelijk misschien 7 punten verliest in 3 wedstrijden. Ook daar gaat John Blok dan niet weg. Ja, nee, maar John is natuurlijk een man van de club. En die heeft al bewezen dat het een vakman is. Hè, die werkt al jaren op topniveau. Dus ik denk niet dat ze bij Scheveningen in paniek raken als ze een paar keer verliezen. Nee. En dat is denk ik ook de kracht, dat we hebben het net over gehad. Ja. Organisatie die staat, die heeft vertrouwen in John. Nou, en al die jongens waar hij vroeger mee gevoetbald heeft, heeft hij ook, Ron Kramer regelt natuurlijk het een en ander. Maar bijvoorbeeld, kijk eens naar Kwik Frans Dalen, die zit er ook 12 jaar al bij en heeft er ook degradaties meegemaakt, ja, en promoties. Ik bedoel dus, het kan best. Ja, maar Frans past prima bij die club. Waarvoor zou die club dan, denk ik, nou, als het nou van beide kanten goed is, waarvoor moet je dan per se als trainer weg? Ja. Nee. He, want het schijnt dan, hebben ze mij wel eens verteld, goed te zijn als je om de 3 jaar als trainer weer wat anders gaat, ja, doen en noem het allemaal maar op. Ja, je houdt bij uitratum, hè? Maar als het goed is, is het toch goed? Ja, als het goed is, is het goed. In je selectie selecteer je toch ook door? Ja. Dat is een mooi voorbeeld, dat doen ze bij Scheveningen toch prima. Maar het heeft natuurlijk een tijdje geleden dat je als trainer gewoon 3 jaar bij een club zat, 3 jaar je contract verlengd. En ja, als je dan weer het contract ging verlengen, dan was je vaste dienst bij een club. Maar dat was een paar keer een probleem waar clubs nog wel tegenaan hikten. Ja, maar als ze van 1 januari keurig netjes je contract opzeggen, dan is het dienstverband van onbepaalde tijd er ook weg. Er is er allemaal wel uit te komen. Ik heb er ervaring mee, je zit inmiddels ook weer een paar jaar. Zevende seizoen. En dat is toch knap als je, laten we zeggen, op de hoge niveaus het lang volhoudt. Je moet gewoon vertrouwen in elkaar zitten, denk ik. Dat is het allerbelangrijkste. Als je als trainer het gewoon goed doet, ja, dan kan er wel eens een keer een moment komen dat het wat minder gaat. Maar dan moet je niet in paniek raken. En dat gebeurt dan wel eens vaak. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is voor bestuur. Hè? Dat het natuurlijk vaak dat besturen raak je in paniek. Terwijl ik denk dat je de trainer altijd moet afrekenen op datgene wat hij presteert. Ik bedoel, hoe gaat het in de groep? Gaat het goed in de groep? En veel minder op het resultaat in de wedstrijd. Ja, maar je moet ook niet, denk ik, een beoordeling van een trainer aan een spelersgroep alleen overlaten. Kijk, die man natuurlijk nog wel, maar dat merk je zelf toch gauw genoeg. Op het moment dat die chemie niet meer werkt met die spelers, dan houdt het natuurlijk op. Dat merk je toch als trainer. Ja, maar goed, de contracten worden natuurlijk vandaag, dat er soms al in een heel vroeg stadium wordt over een contractverlenging gesproken. Dan ga je met elkaar in zee, ja, en dan misschien even na een winterstop gaat het allemaal wat minder. En ja, dan komen de problemen, denk ik wel. Misschien had ik dat wat later moeten gaan doen. Ja, dat is toch alleen maar op echt hoog niveau. Dat je dan daar mee in de problemen komt. Op het lagere niveau is dat niet. Het gaat vaak mis als ze in een vroeg stadium hebben aangegeven van joh, na dit seizoen gaan we uit elkaar. Nee. Dan hoor je in 1 keer 2 maanden later de chemie is weg. Nou, ja, en daarvoor was het altijd goed. Wat Ton aangeeft met Dokan. Ik denk dat Dokan gewoon een goede trainer is. Ja. Die heeft bij Alphense Boys goed gedaan. Die stapt naar Kazakkenbeus, daar doet hij het goed. Alleen denk ik dat hij misschien wel wat langer bij Kazakkenbeus moet moeten blijven. Ja. Ja. Er stond bij de eerste 3, geef in november, december volgens mij heel vroeg aan dat hij naar IJsselmeervogels gaat. Ja. Kort nog even 2 andere onderwerpen. HVV, de naam viel net. Martin, jij bent net klaar met een mooi boek over HVV. Zou je zeggen, ja, weer over HVV. Ja. Daar weten we alles al van. Nou, nee, want ik heb in vrij korte tijd heel veel over die club geleerd. Het is een soort van afgesloten gemeenschap daar in het Benoordenhout. Ze hebben een hele eigen taal, hebben ze. Want het eerste elftal, dat bestaat niet. Dat zijn de Kroonelf. Geen kantine, maar een clubhuis. Paviljoen, toch? Nee, een clubhuis. Geen clubhuisbaas, maar een buffetbeheerder. Ze hebben 23 internationals hebben ze gehad. Er zijn zelfs 2 interlands gespeeld op de D-put. De zilveren bal, hè? Die ligt daar. Ja, dat ligt er ook niet veel meer aan natuurlijk. Hè? Nee, dat blijkt wel weer. En het is weer hetzelfde probleem wat terugkomt bij HVV. Het zijn niet jongens in de voorbereiding die een weekje naar Jorette Mar gaan, maar dan zitten ze 3 weken in Argentinië of een half jaar voor de studie in Zuid-Afrika. Dat komt binnenkort ook op de markt, om het zo te zeggen. Halverwege november, als het goed is, door de Nederlandse Sportboekenclub. Ja, mij niet onbekend. Nee. Inderdaad, waar ook Haaglanden voetbal in participeert. Heel ander onderwerp nog even. Ik las onlangs een klacht ingediend bij de FIFA, daar wil ik jullie mening over horen, van Amerikaanse moeders die vinden dat het verboden moet worden dat jeugd onder de 14 nog mag koppen. Ja. Dat zegt al genoeg, hè?
Amerika. Uit. Nou ja, Amerika is geen voetballand. Nou, ik denk dat Amerika best wel een land is wat in opkomst is. De laatste ja, maar dat hoor ik al 30 jaar dat ze in opkomst zijn. Ja, maar het is een land dat nog niet zo lang voetbalt en de laatste twee weken is toch aanwezig geweest. Kijk eens met vrouwenvoetbal. Dat doe je ja, wel mee. Oh ja, vrouw. Ja. Oh, vrouw, moet jij niet over beginnen? Nee, jawel joh. Jawel, nee. Nee, daar ben ik helemaal niet negatief over. Nee. Er wordt daar veel te weinig geld in de voetballerij gestopt. Ja. Als je kijkt naar die twee spitsen die wij hadden, Tjeerd en Remco, die zijn naar de Dutch Lions of zoiets zijn ze gegaan. Ja, als je dan ziet dat je gewoon bijna anderhalve dag in de bus moet zitten om van de ene kant van het land naar de andere kant van het land moeten gaan en niet eens het geld hebt om te vliegen, ja, dan kom je daar oververmoeid aan. Dan moet je twee wedstrijden in 3 dagen spelen en dan mag je weer 2,5 dag mag je weer terug met de bus. Ja. Met andere woorden, jullie zeggen dat dan moet je met voetbal nog niet helemaal serieus nemen. Nee. Dus ook die opmerking van die klacht bij de FIFA, zeg jij? Ja. En lekker laten gaan, joh. Okay. En dan komt bij Bladlaan, die is morgen toch vergeten. Ja. Ja. Die dat leeftijd bereikt tot... Ja. Ja, ik heb er zelf 2 jaar gewerkt en wat ik dan merkte is dat de ouders heel erg overbezorgd zijn. Dan geven ze van tevoren zelfs een snickerbar mee waarin alle proteïnen in zitten en vitamine. En ik denk van bij mezelf, ja, hoe kun je dat nou doen? Of ze gaan er helemaal in, je moet heel gezond leven, allemaal vegetables voor je. En dan na de wedstrijd gewoon lekker bij Wimpy of bij McDonald's gaan zitten. Nou, ik denk bij mezelf, waar gaat het allemaal over? En dan doen ze dat American voetbal. Dan krijgen ze lopen ze met helms op en weet ik het allemaal. Goed, maar Jan-Paul heeft ook altijd veel gekopt. Ja. Nou, dat heb jij er nog problemen van ondervonden? Nee. Ik heb het na mijn 14e pas gedaan. Ik ben altijd goed gekopt. We moeten gaan afsluiten. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst hier naar Sir Winston Entertainment Cup en de discussies aan tafel. Publiek uiteraard hartelijk dank voor jullie komst. Einde van Haagland Voetbal aan tafel. En over 14 dagen dan zijn we weer met een nieuwe aflevering. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Hyper de Piep Evenementen en Verhuur, Apotheek Hoefkade, Pieter Overgaag Partyverzorging en Organisatie en Asta Casino.